de schokdempers voor de stoel. We hebben er twee. Nice. Het idee is dat dit hier vastgemaakt wordt. Dan dit onder de stoel. En dan zou die zo moeten kunnen veren. Snap je hem? Ja. We hebben eentje wel genoeg van, denk ik. Ja. De pulley van de versnijbak van deze, die komt hier in de kokerframe te zitten. Dan had ik hier al een streepje staan, dat is om en nabij het center van de pulley. Waarom ga je daar slijpen? Je kan het veel beter hier slijpen en dan erin slaan, want dan heb je al een hellinkje. Ja, maar wat doe je met die overgebleven flap? Die sla je naar binnen toe. En op het moment dat jouw band dan dit toch raakt, dan heeft hij een soort van hellinkje waar hij langs gaat in plaats van een scherp randje. Okay. Dus dat gek idee. Hij doet zichzelf al open, dat is makkelijk. Ja, dan kun je de ballen. Zou je deze dan wel van weg doen? Ja, die. Ja, of gewoon lekker laten zitten ook. Scheelt weer slijpen. Ja, nee, als ik hem hier in slijp. Ja, die zou ik er inderdaad uithalen. Hè? Oké, wat dus de bedoeling is. Dus we gaan hem hier afsluiten. Dan doen we bij deze kant ook. Die weg. Dat ding weg. Dan kan die er iets tussen zakken. Ja, kijk, we zijn een beetje stom geweest. Deze wieltje zit nu in de koker. En om het eraf te krijgen moeten we daartussen boutjes losdraaien. Ja. En om de boutjes los te draaien moeten we deze eraf halen. Met de poelie eraf. Terwijl, wat ben je dan? Pik een poelie. Walm? Ja, ik zie het er roken, dus het is warm. Doei! Die staat nog aan, toch? Ja. Nou ja, gaan we gewoon op de bonnen gok doen? Of, Ja, ik heb hem al afgetekend. Oh, tegen zo. Ik zou zeggen, gewoon zo vastlassen, een beetje erop. Ja, dat is mijn idee ook. Gewoon niet aan.
Oh, die van mij die kan niet. Deze wel, pietplakken. Van de oude doosje kan het wel beter. Zo je ziet. Je ziet, de achterkant zit vast, de versnellingsbak zit vast, de motor zit er al op vast, de snelweg er al omheen. Nou moeten we alleen nog eventjes een lager erop zetten, daar vooraan. Het zit net achter de versnellingsbak, zo ongeveer. Ja. En dan straks een bout tussen 5J gewoon aandraaien. Kunnen we altijd vervangen. Wie weet. Want, ik weet niet wat nou allemaal precies nou, is. Hier, we hebben ergens in het midden. Ja, dat is de vooruit versnelling. Wacht even. Shit. Huh? Achteren. Ja, dit zit verkeerd op. Hier loslijpen. Die kant loslijpen. Ja, alles omdraaien. Plaat omdraaien, as los, bouten en omdraaien. Dan moet je ook die steun loshalen. Alles los. En alles opnieuw. Dat kunnen we niet anders doen. Vreemd omdraaien.